Wij zijn zo brutaal, wij komen gewoon binnengelopen. Goedenavond! Hallo! Wij hebben gehoord dat we hier moeten vergaderen vandaag. Is dat zo? Wij moeten vergaderen, ja. Is dit een evaluatie? Ja, zeker. Van de Avondvierdaagse. Dat is een behoorlijke vaste kern aan vrijwilligers die elk jaar weer heel enthousiast die Avondvierdaagse organiseert. Jij bent een van die bestuursleden. Jij doet het al 12 jaar. Idioot enthousiast, want potverdomme die week, daar blijft iedereen vanaf. Er gebeurt niks, er mag niks afgesproken worden. Ingrid, maakt niet uit, ik ben weg. Dat is eigenlijk altijd het motto. Maar je gaat afscheid nemen van het bestuur. Ja. Waarom? Omdat ik te druk heb bij andere werkzaamheden. En wil dat zeggen dat er al een vervanging is voor Roland? Ja, wacht in ieder geval. Maar goed, omdat jullie dat altijd zo fanatiek en enthousiast regelen en omdat jij het al 12 jaar hebt volbracht, hebben wij een heerlijke vlaai aangeboden namens Heze 24 en Bakkerij Verder voor de kanjers van deze maand. Het bestuur van de Avondvierdaagse. En Roland een beetje in het bijzonder. Jullie evalueren afgelopen Vierdaagse. Daar waren er 3, hoor ik net, want er is een dag in het water gevallen. Betekent dat dat grote aanpassingen heeft veroorzaakt? We hebben wel een extra, of één route hebben we uit laten vallen, omdat die helemaal onder water stond. Dus we hebben 1 keer dezelfde route gelopen. Dag 2 stond onder water, stond helemaal blank het pad. Over het algemeen mag dat de pret van de deelnemers niet drukken volgens mij. Nee, want de meeste deelnemers zijn op dag 1 maar tot, nog niet eens tot post 1 gekomen. Want toen moesten ze al omdraaien of hebben ze nog niet eens laten starten vanwege de onweer. En hoe gaat het nou met die taken van Roland? Want volgens mij ben jij degene die de route iedere keer uitzet? Ja, nou, dan gaat het wacht neemt er van mij over. Net dit jaar fantastisch gedaan. Ik heb 4 nieuwe routes gemaakt. Oh, die heeft stage gelopen dit jaar bij jou? Ja, stage. Ja. Al vorig jaar stage en nu had je de routes uitgezet. Dus je laat het met een gerust hart achter? Ik laat mijn gerust hart achter, ja. Nou, ik weet zomaar iets waar hij zijn tijd aan kan besteden. Hè. Zoiets als de Rode Noek. Of... Brabantse Dag. Ja, precies. Brabantse Dag inderdaad. Het festival zelf doe je ook van allerlei dingen bij de Veiligheidscommissie. En volgens mij nog iets, hè? Calamiteitencommissie. En technische commissie. En je hebt ook nog volgens mij een tijdje inrichting van het dorp gedaan. De versieringen, de banieren. De banieren ook af en toe, als ik tijd over heb. Die heb je nu? Ja, als het wel, ja. Ik zeg taart, hij ziet er lekker uit.